Welkom bij deze video over hoofdstuk 3, kracht en beweging. We gaan kijken naar paragraaf 3.1, soorten krachten. We onderscheiden eigenlijk twee soorten grootheden, en dat zijn scalars en dat zijn vectoren. Scalars heb je al eerder gezien, die hebben een grootte en een eenheid, en vectoren hebben ook een grootte en een eenheid, maar ook een richting. Een voorbeeld van scalars is bijvoorbeeld massa. Massa is 10 kilogram, een plaats die is 5 meter en een volume is 89 liter. Voorbeelden van vectoren zijn bijvoorbeeld snelheid, 15 meter per seconde, want dat gaat naar links of naar rechts, of vooruit of achteruit. En krachten waar we in dit hoofdstuk naar gaan kijken, die zijn 10 newton, maar dat kan naar links gericht zijn, naar rechts, schuin gericht zijn. En de gravitatieversnelling, ja, die is altijd naar het middelpunt van de aarde toegericht, maar die kan ook naar het middelpunt van de maan toegericht zijn, of waar je ook zit. Voor massa hebben we al eerder gezien in de derde klas dat daar een formule voor is, en die is massa is dichtheid keer volume. Met massa in kilogram, dichtheid in kilogram per kubieke meter en volume in kubieke meter. De zwaartekracht, ook voor de zwaartekracht hebben we een formule, Fz is mg. En de zwaartekracht is dan in newton, de massa in kilogram en de gravitatieversnelling in meter per seconde kwadraat. Nou, als we gaan kijken, de zwaartekracht geeft altijd. Dat is een kracht die grijpt altijd aan een massamiddelpunt van het systeem. In het blokje is dat precies in het midden. En die is naar beneden gericht, dus daar zetten we de zwaartekracht bij. Wat je ziet is dat ik in deze presentatie altijd pijltjes op de vectoren heb staan. Officieel moet dat zo, maar op HAVO hoeft dat niet per se. Dus worden ze in een boek heel vaak geschreven zonder die streepjes. In de volgende presentaties zal ik ze ook heel vaak vergeten te noteren. Waardoor je ze dus eigenlijk in deze presentatie heel consequentie terugkomen, maar daarna niet meer zo netjes. Veerkracht, nou ook daar hebben we een formule voor. Veerkracht, de veerkracht, FV dus, is de veerconstante keer de uitrekking van de veer. Nou, een veer heeft altijd een bepaalde beginlengte, bijvoorbeeld 10 centimeter. Als dat 12 centimeter wordt, is de uitrekking dan dus 2 centimeter. Ook bij de veerkracht zie je heel vaak een FVU-diagram. Nou, dat is altijd een rechte lijn en C is dan de richtingscoëfficiënt van die lijn, want C is FV gedeeld door U. En dat is in dit geval dus, als we hier gaan kijken, we zien over van begin tot eind is die 70 newton over 12 centimeter. Dus de veerconstant is 5,8 newton per centimeter. En die kun je natuurlijk ook nog omrekenen naar S-eenheden. De veerkracht die grijpt aan altijd op het punt waar de veer vastzit aan een blokje en dan is die omhoog gericht. En die is in dit geval, ja, als die massa niet meer beweegt aan die veer, zijn die gelijk aan elkaar, de veerkracht en de zwaartekracht. Naast deze krachten heb je ook nog een paar andere. Hoef je de formule niet te kennen. Daarvoor hoef je de formule dus niet te kennen op HAVO. Maar dat is onder meer de normaalkracht. De normaalkracht die grijpt altijd aan waar een blokje eigenlijk op de ondergrond staat. En die is loodrecht op de ondergrond die ervoor zorgt dat het blokje dus niet door de ondergrond zakt. Dus dat is eigenlijk de reactiekracht van de ondergrond op de zwaartekracht die erop werkt. Schuifwrijvingskracht, nou, ook dat is een kracht die werkt altijd tegen de beweging in. Nou, dit blokje wil naar links de berg afbewegen, dus zal de schuifwrijving zijn die zal naar rechtsboven in de richting van de beweging tegengesteld eraan bewegen. Ook luchtweerstand is ook een kracht die werkt. Nou, ook deze formules hoef je niet te kennen. Luchtwrijving is, ja, is tegengesteld aan de bewegingsrichting en deze grijpt dus aan vooraan op het blokje en wordt daarom heel vaak getekend vanuit het middelpunt, massamiddelpunt en dan als één pijltje naar rechts. Nou, als we alle krachten gaan samenvatten die we dit hoofdstuk hebben gezien, zie je dat dat onder meer de zwaartekracht is en de veerkracht waar je de formules voor hebt gehad. Daarnaast heb je ook spankracht, normaalkracht waar een formule bij hoort, schuifwrijving, luchtwrijving. Maar al die formules van normaalkracht, schuifwrijving en luchtwrijving hoef je dus niet te kennen op de HAVO. Je moet voor nu alleen de eerste twee formules kennen. En verder moet je wel weten dat de krachten als normaalkracht, schuifwrijvingskracht en luchtwrijvingskracht die er zijn. Maar de formules daarvan die hoef je nou nog niet te weten. Je bent op het einde gekomen van deze les. Hopelijk is het onderwerp nu wat duidelijker voor je. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog vragen hebt kun je ze onder in de comments stellen. Je kunt alle bestanden natuurlijk ook gratis downloaden van de website om het thuis nog rustig door te lezen. Veel succes en tot de volgende video.